Volgens mij moet ik nog terug omdat ik wat dingen vergeten ben. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario en de Thousand Year Door. Ik ben er weer, trainer Steevee, terug met een nieuwe aflevering. Sorry Mario, ik wou je niet laten gapen. In de vorige aflevering hebben wij de derde sterrenpakken gekregen en daar ben ik eigenlijk best wel blij om. En in deze aflevering wil ik heel eventjes naar wat secrets die ik vergeten ben. Omdat we dus bijvoorbeeld McFlurry bij ons hebben, is er iets in de Great Deku Tree wat ik vergeten ben te laten zien. Dus daar ga ik nu heel eventjes eerst naartoe. Om precies te zijn in deze kamer, dankzij deze comment die nu heel eventjes in beeld verschijnt. Daar zit namelijk nog een secret to everybody. Hier kun je dus Flurrie gebruiken om dus een secret passage te laten zien. Heel erg bedankt, maar hier, ja, het is een secret passage, maar het is een shop. Dus best wel leuk om te zien eigenlijk. Hou die deur, pak de shop. En hier kunnen we dus ook weer dingen storen. Volgens mij had ik wat items die ik inderdaad... Ja, deze die wil ik zeker storen. Dus even kijken, heb ik nog iets anders? Deze wil ik altijd ten alle tijden bij me houden, just in case. 2 mushrooms, altijd handig, waarom ook niet? Ik heb HP. Ja, dit is wel goed. Goed. Dus deze gast hier, die zullen we ook nog wel een keertje tegenkomen. It's a case for hiding, and just gonna camp here. They're all gone with the bad guys. Ja, we hebben de bad guys al gehaald. De items die hier tegenkomen. Trouwens, zit hier toevallig een... Nee, hier zit helaas geen startpiece. Zit hier iets verborgen? Nee. Deze items, HP drain, dat kan HP drainen van de vijand, hartstikke handig als je low aan HP bent. Ice Storm is eigenlijk hetzelfde een beetje als de bliksem, alleen kan vijanden bevriezen en volgens mij doet ook 5 damage per vijand die je dus ziet. Mystery, die hebben we nog steeds even moeten gebruiken. Mini Mr. Mini, die zorgt ervoor dat de vijand mini wordt, waardoor dat zijn attack power dropt. En deze twee die dingen, die kennen we al. Dus ja, dat waren we eigenlijk in de boom vergeten. Was dat zo belangrijk om te laten zien? Ja, want er was overgekomen tot ik het vergeten was. Mijn excuses nogmaals daarvoor. Dus... er zijn nog een paar secrets, maar niet meer echt in de Boogly Woods. Dus ja, ik zie jullie weer terug bij het begin van deze video. Nou ja, niet naar het begin van deze video, want als jullie weer terug gaan naar het begin van deze video, dan komen we eigenlijk niet erg ver als we weer terug gaan naar het begin van deze video. Want het begin van deze video, dat slaat naar... Oh, ik wil heel eventjes Koops hebben. Dus niet terug naar het begin van de video, maar de locatie waar dat we deze video begonnen zijn. En eens kijken of ik deze kan ontwijken. Dodging skills... Nice! Dodging skills. Nice! Ik ben al een beetje vooruit gegaan, maar dat maakt niet echt zoveel uit, zodat we niet op het begin uitkwamen. In ieder geval, we willen dus weer teruggaan, want we moeten dus op onderzoek uitgaan. Om precies te kijken waar dat volgende Crystal Starterpak is. Omdat we in de vorige aflevering een Crystal Starterpak hebben gekregen en al die... maar goed, er zijn nog een paar secrets die we dus kunnen vinden. Waaronder bijvoorbeeld hier. Dit soort plekjes waarin dat we dus constant... Ja, een hoekje dus hebben gezien of iets wat dus wegviel. Dat kunnen we nu wegblazen met Flurrie en daarachter zit altijd een secret to everybody. En dat is altijd handig, hartstikke handig. Hier vinden we Happy Heart Pay. Dat is hetzelfde als wat wij hadden, alleen al voor de partner. Dus dat kan op zich wel handig zijn. Zo zijn er nog meer van die dingen die we eventueel zouden kunnen zien, maar... We zijn al best wel dicht bij de Crystal Star en deze, daar kunnen wij nog steeds helaas niks mee. Dus laten we die kant maar opgaan. En nee, ik wil niet met jullie vechten. Ga weg. En McFlurry, ga jij ook eens eventjes weg. Koops! Ook al hebben we nou veel secrets die we met jou kunnen openmaken, wil ik nog steeds niet dat je bij mij in de buurt bent. Goed, hier omhoog klimmen. En nou had ik gezegd dat ik eigenlijk dus de bit of 100 trials eigenlijk stiekem een beetje wil gaan doen. Maar ik ben bang dat we dan te overleveld raken. Dus ik denk dat ik daarmee ga wachten tot en met na chapter 3. Want aangezien dat we bij chapter 3 dan kunnen we best wel veel. Dus. Oké, nou. Dan vraag ik me eigenlijk toch af. Kennen wij nu... Even hier omhoog. Er is toch één ding even wat ik me eigenlijk toch afvraag. Daar ben ik toch even nieuwsgierig naar. Oh, wacht even. Dat was gewoon de pit of 100 trials. Daar hebben we niks te zoeken. Oké, nevermind. Goed. Dan kunnen we gewoon hierheen. Crystal map. Of map van Crystal Stars. Go for it, Mario. Break out the Crystal Star. Dankjewel, Koops. Sparkle, sparkle, sparkle! The location of a crystal star has been recorded on your magical map! Yay. Cool. Zo, gaan we weer hoor. The next crystal star showed up on the map. Hey, but is it me or is it in the sky or something? What could that mean? Ik heb geen idee, Koops. What could that mean? What could that mean? Oké, nevermind. Sorry, die was heel slecht. Ik weet het. En we zijn dus weer bij onze Professor Frankly. Ha! That means that beneath this town, the 1000-year-old ruins remain intact! Goh, waarom nog niet achter? And that door has sealed shut for 1000 years by the crystal stars. In order to open that seal, we have to muster the power of the crystal stars. But why would they need to seal the treasure away in the first place? You think maybe they just wanted to protect it from thieves and robbers? No, that's not. That's not what? I don't know. Wow. Whoa, Professor Frankly. I am sorry, so sorry. I know that the treasure was sealed away around this time the town was destroyed. But the problem is, no one's even sure what it was that caused the town's demise. All that is written is, darkness stole the sky and the cataclysm rained down. I must research this more, assuming we'll just make an... well, you know the saying. Oh, yeah, right. Anyway, what about the next crystal star? It looks like it's floating on that map. Hmm, very interesting. Perhaps it's a point to... it's pointing to that floating town of Glitzville. There's a stunning arena there where great warriors engage in furious battles. Ostensibly, families go there on vacation to launch and enjoy the fights, but... behind the scenes, the richest people in the world wager on the bouts. If it is a floating city... how the heck are we supposed to get there? By warpipes. A special blimp flies there. Who uses warpipes? Seriously, that's disgusting. It departs from Rogueport several times a day. The problem is getting a seat. The only way to get a ticket is through certain channels. Well, that doesn't sound... bleh. Well, that doesn't seem... sounds hard. Anyone can use these channels, right? Right? I don't know, but I guess we don't have much choice. Word onto the street is, all tickets go through Don Pianta on the west side. Head west from Rogueport Main Plaza and you'll reach the west side of town. That part of town is under the control of Don Pianta, the Pianta's second head. Apparently the Don Pianta makes pretty regular jumps over the Glitzville. Well hey, that sounds easy. We just have to talk to this Don Pianta person. It may sound easy, but he's a syndicate boss, folks. The rumors about him are scary. And Don Pianta is a recluse. Just getting an audience with him will be difficult. Maar mensen gaan nog elke keer op vakantie. Als mensen op vakantie gaan, dan kunnen we toch gewoon zeggen van... hey, we willen op vakantie, we willen die kant op. Ik bedoel, serieus! Professor Frankly, waarom doe je zo moeilijk? Waarom? Oh ja, dit is trouwens de secret waar ik het over had. Deze sterrenfietsers. Die hier verborgen zitten. Je moet het maar weten. Dat is het probleem met deze star pieces. Je moet het maar weten. Ik ben er geen fan van. In ieder geval, wat ik wil gaan doen is... we hebben volgens mij weer genoeg Starshine Sprites. Hebben we er genoeg? Kan ik dat hier zien? Kan ik daar mijn journal zien? We hebben er 6, dus we kunnen wel weer iemand eventjes op. Dus weet je wat? Aangezien dat we toch Goombella een beetje vaak gebruiken in verband met de Tattle Ability... laten we dat maar eens heel eventjes doen. Shazubi, shazubi, shadadadadada. Maar ja, deze... Die stars. Kan ik heel even focussen op wat ik wil zeggen. Die star pieces die dus zo verborgen zijn. Dat zijn dus echt weer die RPG elements van je hebt er een guide voor nodig. Je moet het maar weten. Of je moet een speciale partner hebben. En dus echt stap voor stap. Nee, ik wil niet meer op partneren. Ik wil deze bewaren maar. Ja, stap voor stap met dat partnerfiguur dus eigenlijk verder. Maar ja, ik heb jullie ook verteld. Tot... Chapter 3, een van mijn favoriete chapters is. Daar zijn jullie zeker al heel erg nieuwsgierig naar. Dus, ja, er is hier eigenlijk nog heel erg weinig te doen hier zo. We zouden eventueel nog eventjes de pit in kunnen gaan en kijken of we dan wat secrets kunnen vinden. Maar daar heb ik geen zin in. Misschien dat ik nog heel eventjes wel wat Star Sprites te pakken kan krijgen. Hier zat er geen meer. Ik weet dat er nog eentje zit trouwens in de Main Plaza, om precies te zijn hier. Als hij hem wil halen. Dank je. Als je voor het gezelligste plekje van Rogueport gaat staan, dan zit hier ook weer een secret to everybody. En het grappigste is, Luigi is hier ook nog eens een keertje met zijn verhaaltje. Well, so. I went to Rumble Bambo Volcano and got myself a marvelous compass piece. It was an incredible quest. There was danger and all sorts of adventuring. It was pretty nuts, so bro. Wanna hear what happened? It's a pretty long story. Nee, dat bewaren we voor een latere keer. Oh really, your last bro. Maybe I'll tell you about it some other time, huh? Je kunt al zijn verhalen terugluisteren wanneer dat je daar zin in hebt. In ieder geval trouwens, hier zit ook nog iets heel erg grappigs. Als je dus achter hier doorloopt. Volgens mij zat hier ook namelijk nog één starpiece verborgen. Dit is trouwens ook de reden waarom ik niet voor alle starpieces ga, jongens. Omdat echt serieus, ik ken ze niet allemaal uit met mijn hoofd. En ik heb echt geen zin om een walkthrough op te gaan zoeken voor dit soort onzin. Dus dat is voornamelijk de reden. En ik dacht dat er hier eentje zat, maar er zit hier helaas geen. Dus dat is jammer. Nou ja, maakt niet uit. Goed, dan gaan we verder. Nou is er hier dus ook nog één cutscene die ik jullie ook nog niet heb laten zien. Oh, wat heb je ons weinig laten zien. Oh, deze gast. Deze gast hier. Hey, 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 oh, I got it. Oh. Hij heeft een hele grote snor, dus ik ga gewoon... Hey, 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 oh. I got all the hardest new products right here. Look no further. You got a forward look of a man of mind of goods. Wanna buy something? Hij kan op zich best wel leuke badges verkopen. Bijvoorbeeld Double Pain, dan kun je je eigen een challenge geven, dat je dubbele schade neemt. Ultra Shrooms verkoopt hij vaak een Mega Rush, increase attack power bij 5, wanneer dat je nog maar 1 HP hebt. En soms heeft hij nog wel eens leuke items. Er zijn een paar items die ik van hem wil gaan kopen, maar op het moment heb je er dus nog weinig aan. Deze hier, de reden waarom ik deze kant nog niet op ben gegaan, is dit is Miss Tasty. Freeze! You two, not another step! Don't come this way! Some complete jerk just bumped into me and made me lose a contact lens. I'm looking for it right now, so don't you dare to move! You hear me? Whatever you do, do not move an inch! Not an inch! You hear? This is the most annoying voice of the hele let's play, denk ik. Mijn excuses, kijkers. In ieder geval, we krijgen dus controller over. Ja, we kunnen dus stil blijven staan, want we mogen dus geen inch blijven staan. En dit kun je zo lang mogelijk blijven doen als dat je zin hebt, maar er zal weinig gebeuren. Het maakt ook niet uit welke kant dat je opdrukt. Want als je dus iets doet, ik spring gewoon heel eventjes weg. En ja, daar zat... Daar komen we net vandaan! Ah! Idiot! You stepped on it! My poor contact lens! I told you not to move! Don't you stupidies work! What were you thinking? This is your fault! Now I have to buy a new contact lens, but you're gonna pay for it! Compensate me, Mr. Clumsy! Fine! If that's your plan, then here's mine, you oaf! I'm gonna block the gate to the west side until you bring me a new contact lens! Nou, is dus het probleem. Zij zal daar dus altijd blijven staan totdat je op dit punt bent. Want op het moment dat we dus nu de shop binnengaan, zullen we zien dat er geen contact lens zit. Of ze hebben hem nou wel, omdat we op het punt zitten hier. Even kijken. Dan moeten we volgens mij met jou praten. Oh. Het grappige is dus... die praten dan met elkaar. En dan is het echt zo van, ja, we kunnen wel eentje gaan bestellen. Tenminste, dat denk ik. I'm sorry, but we don't have any stuff right now. Tough luck, I know. I can press all right away, but it will take a while. Check back soon. Dat is de grap wat hij dus zeg maar zou doen. Nou, check back soon zal dus op het moment zijn dat je dus, dit punt van het spel hebt gehaald. Nou weet ik niet of ik heel eventjes een warpipe in moet gaan om heel eventjes een andere zone te loaden. Ik denk het wel, maar dat is dus eigenlijk het probleem waar we dus nou mee zitten. Bij de shop hoeven we trouwens ook niet echt veel te gaan halen. Wat ik wel heel eventjes wil laten zien is een specifieke shop die hier boven te vinden is. Waar ook Toadsworth zit. En waar we eventueel de in kunnen gebruiken. Maar wij willen deze kant op. En als we deze kant op komen, dan zien wij hier... Hey, dat is een bekend gezicht. Maar we doen net alsof we niks weten. Hier kun je badges kopen. Hier kun je een Happy Flower kopen. Slowly and automatically restores FP during battle. Dit is een hele handige. Less than P. Half damage wanneer dat de partner in danger is. Meh. Unsimplify. Make action commands hard, but earn more star power. Nee. Last Stand. Ik bedoel, ik ken al die dingen, dus al die stylish, die ken ik goed. Dus Sleepy Stomp zorgt ervoor dat er enemies sleepy zijn, zal niet werken bij bosses. Ik denk dat ik deze wil kopen. Ik bedoel, we hebben muntjes genoeg. En om FP terug te krijgen zo om me nabij, dat vind ik altijd nog altijd handiger dan badges. Dus, dan HP. Dus laat ik eens even kijken of we die kunnen inderdaad equippen. Want we hebben de Happy Heart Pay, we hebben de Happy Flower. Volgens mij heb ik Happy Heart geëquipt. Ja, en dan kan die mooi geswitcht worden met Happy Flower. En laten we heel eventjes alles weer eventjes op BP sorteren. Ben ik hier tevreden over? Damage dodge, ja, heel erg leuk. Ik denk dat ik hier wel tevreden over ben. Dus dan hebben we een extra badge pakken. Ook wel erg grappig als je hier dus eventjes doorloopt. Volgens mij zat hier een... Start, yep. Ja, die is boos op ons. Dan gaan we heel eventjes een andere zone even inloaden en dan ben ik zo terug binnen een seconde. Oké, dan heel eventjes een warpipe in en uit te zijn gegaan. Dan komen we hier. Hey, valid customer, your contact lens is in. Je hebt eigenlijk een snor. Hey, valid customer, your contact lens is in. Please drop by your shop. Altijd praten alsof dat we hun eigen snor proberen op te eten. In ieder geval, dan zul je dus zien dat hier een contact lens ligt. Het grappige is, dit kun je dus eigenlijk al doen vanaf chapter 1. Alleen die contact lens die zal pas op chapter, ja, bij begin, eind chapter 2, dus begin chapter 3, zou die contact lens pas ter plaatse komen. Dan wil je dus met Daisy praten en ja, ze laat je echt niet door. En er is ook geen manier om hier doorheen te gaan, ondanks dat je dus zeg maar naast de staat en gewoon door zou kunnen lopen. Maar goed. Did you bring me my contact lens, Mr. Squishy? Yep. En genoeg met jouw stem. A contact lens! Oh, sweet relief, thank you! Finally the world is grip and clear again! I can see! Oh, I'm so happy! Fijn voor je. Be careful from now on! People don't generally like having their stuff stomped on! Whatever. We kunnen dus nu eindelijk het Westiggebied zien. Nou, aangezien dat we deze aflevering een beetje begonnen zijn met secrets en secret stuffs en al die dingen, wil ik jullie dus nog eventjes het een en ander laten zien qua secrets. We hebben hier wat huizen, daar kun je dus wat met wat NPC's praten. Volgens mij zaten hier best wel wat star pieces. Volgens mij hier ergens eentje. Oh, we hebben de Daily Lottery. Daily Lottery, dan krijg je dus Tell Me More. Als het goed is krijg je één kaartje voor 5 geloof ik. Oh nee, voor 10. Dat is de lottery pick. En we hebben 3,2, zal wel. Oké, nou. Kunnen we dus heel eventjes checken wat we hebben gewonnen. Helemaal niks. Oftewel, we krijgen een gratis mushroom. Dit zal je altijd krijgen op het moment dat je dus geen prijs hebt. Ik weet niet precies wat de prijzen uit mijn hoofd zijn. Maar ja, dat is dus een optie. Je kunt dus die dingen winnen. En ja hoor, hier zat de starpiece. Kom hier. Ik moet er echt naast staan. Zo. Ook is het heel erg fijn om te weten natuurlijk. Ja, je kon je Gamecube dus met tijd veranderen. En zo kon je dus dagen vooruit gaan gooien. En zo kon je dus elke dag gaan kijken. Maar op het moment dat je hem terugzette, dan werd hij heel erg boos. Blaasde hij de boel op, werd hij heel erg chagrijnig gezet. Was het loterij verpest. En dan moest je dus volgens mij 500 coins betalen voor een nieuwe lottery. Dus best wel grappige... Gratis starpiece die daar zit. Best wel een grappige cutscene eigenlijk. Maar ja, ik heb geen zin om die moeite te gaan nemen met mijn tijdklokje. Sorry. Jullie hebben niks boeiends te melden. Dus waarom ben ik hier naar binnen gelopen? Ik bedoel, het is nog eventjes tijd voor secrets. Dus ik wil zoveel mogelijk starpieces en zo eigenlijk verzamelen. Even kijken, wat zit hier ook alweer? Ik vind het wel grappig dat jouw huis eigenlijk een Triforce is. Waarom hebben we eigenlijk Goombella? Oh ja, omdat we die gepartnerd hebben. Ik wil Koops gewoon bij me houden. Pardon. Ik ben heel luchtig vandaag. Yet another trade dwindles away. Well, hello, I'm bad. Doing nothing. Oh, guess what? I won first prize in the Happy Lucky Lottery today, but I didn't even go outside. I should have gone to collect my prize. Oh, well, I'm already rich anyway, so whatever. Zouden echt rijke mensen zo over praten? Ik denk het niet, maar... Serieus! Kom uit je bed! Hoe jij ook heet, serieus. Saai. Drommels. In ieder geval, we kunnen dus hier naar beneden toe, maar we kunnen ook hier naartoe. En dat is eigenlijk de route die we moeten gaan nemen. Dus laten we naar beneden toe gaan. Want er zijn nog meer secrets to everybody. Dit is het andere gebied waar dat je dus eigenlijk naartoe zou kunnen komen als je dus ja, onder Rogueport wil gaan kijken. We zien daarachter een starpiece. Die starpiece, volgens mij kunnen we hem wel te pakken krijgen. Maar voornamelijk, we kunnen hier nou, ja, hierachter nog een starpiece vinden. We kunnen hier nou achter, deze deur die zit op slot. It doesn't seem to open. En zo komen we dus op een nieuw gebied van Rogueport uit. En hier zit een kistje voor everybody. Volgens mij zat hier ook een badge in. Soft stomp, yep. Dan krijg je een soort van squishy idee. Op het moment dat je dat doet, ja, dan zorg ik ervoor dat de aanval of de defense... Volgens mij gaat de defense dan omlaag. Eén van die twee. Dus hierachter zit niks. Die gast die kan badges trainen. Hoeveel starpieces hebben we eigenlijk op het moment? 20! Nou, eigenlijk wil ik dan iets kopen bij jou, maar dan moet ik aan de andere kant zijn en ik heb nog geen shortcut. Damn. Ja, ik weet over de stylish moves. Dankjewel. Die heb ik al 300 keer uitgelegd. Dus jij vertelt eigenlijk een beetje over de stylish moves. Dat is wel handig. Ja, om eerlijk te zijn, sommige secrets kun je dus leren van NPC's. En jij ziet er apart uit. Howdy! My name's Wonky and I just know stuff. I may not like much, but I know what hang on to, you better believe it. And who knows? The stuff I know, maybe the stuff that you can help you. So if you want to ask me a question, just speak up and ask away. Kunnen we hem iets vragen? Oh, oké, nee, dat kost wel geld. Dus mocht je een hint willen, dan kun je altijd met hem praten. Dus geen zin in. Dus het doet me een beetje denken aan Dr. Insano met die spiral glasses. Maar ja, tegenwoordig heb je allemaal van die Dr. Insano... karakters. Dus, Dr. Insano is een internet die ja, samen met de Nostalgic Critic heeft gewerkt. En, in ieder geval, deze winkel hier. Slow Shroom. Krijg je HP door de beurt heen en volgens mij krijg je dan 2 HP elke beurt. Gradable Syrup. Doet hetzelfde met FP. Alleen maar handig in boss battles. Dus niet echt een item die ik aanraad om te kopen. Hier kun je ook de Ultra Shroom en de Jam and Jelly halen. Wat heel erg handig is. Want als je die wil gaan halen, dan ja, kun je dus, dus 50 FP en 50 HP. Dus zeker handig. Mocht je nou op het punt komen dat je in één keer te veel geld hebt. Deze gold bars die verkopen allemaal voor... 1 gold bar verkoopt voor 100. 3 golden bars die verkopen voor 300. Dus ja, je legt wel wat geld eigenlijk weg. Dus je verliest eigenlijk wel wat geld. Maar als je dus op de max zit, wat 999 is... Dan kan het een aanrader zijn om die toch te kopen in verband met. Dus... maar dat is dus eigenlijk een beetje hier deze city die we hier hebben. Goed. Dan kunnen we nog naar beneden toe. En dan neem ik jullie gewoon nog even mee. Want het is een secret to everybody vandaag. Als we naar beneden toe gaan. Worden we geraakt door dat beest. Jij raakt mij niet. Deze komen we nog wel eventjes tegen, dus ik ga gewoon heel eventjes deze jumpen. En volgens mij hadden ze 4 HP, maar dat weet ik niet zeker. Of 3 HP. Ik weet dat gewoon niet meer. Koops, doe jij ze gewoon heel eventjes een power shell en hebben ze nog meer HP dan... Nee, ze hebben 3 HP. Oké. Want ik heb die achterste niet geraakt, dus ze hebben maar 3 HP. Oké, nee, maar volgens mij zat er nog eentje en die kunnen we eventueel dan wel lastig vallen met... Hier zit nog een starpiece, altijd handig. Altijd coins meenemen, want coins kun je nooit... Ah, hier zit er nog eentje. Goed. Koops. Wij willen heel eventjes dan Goombella en heel eventjes onze hamer klaarzetten voor een first strike. Poef, poep. Ah! Dirty. Maar ja, deze dingen die zijn super makkelijk te superguarden, dus... laten we heel eventjes de achterste neerhalen en eens heel eventjes een taddle doen op onze... ja. Wat het dan ook is. Taddle. Oh ja, trouwens, we hebben een nieuwe aanval geleerd met Goombella toen we haar upgraden. En dat is multibonk. Dus, maar goed. Dit is geen... dit is een Spania. Spania. Spania with spikes on its head. It looks meaner too. HP is maar 3. Aanval is 1. En defense, ja, en je wil niet op ze springen, want dan doet het pijn. Maar nogmaals, de supercard is heel erg simpel om te doen. Ja, dan pak ik wel de hamer. Yay! Ik vind het altijd zo leuk als Mario eventjes een duimpje omhoog geeft. Red X marks de spot. Alleen helaas kunnen we daar nog niks mee. En die warpipe die we daar dus zien, dat brengt de warpipe naar die starpiece toe waar we dus ook niet kunnen komen. Deze warpipe die brengt ons terug naar boven toe. Deze brengt ons wat dieper deze cave in. Of ja, deze cave. Deze mees hier eigenlijk. Dus laten we heel even kijken wat we hier kunnen vinden. Waarschijnlijk een paar nieuwe vijanden. Oh, ik zie daar een McFlurry spot. En Koops kan die dingen gewoon one-shotten, dus waarom zou Koops niet gebruiken? Toink! Oh, deze... Ja, maar maakt niet uit. Wij kunnen ze nou ook one-shotten in verband met onze sterke boots. Krijgen er nog niet eens trouwens extra FP of starpoints van, zien jullie daar? Als je alle vijanden verslaat en ze zijn het dus eigenlijk te makkelijk, dan krijg je nog maar 1 starpoint op de battle. Dus dan ben je een beetje overleveld voor die vijanden. Dus vandaag. Oh, ik dacht dat er even weer een nieuwe kwam. Dus niet echt onze moeite meer waard om deze te battelen. Goed, fijn om te weten. Negeren die app. Oké, nou als we dus hier komen, dan zien we dus weer nieuwe items. En dan krijgen we dus gratis zo'n slow shroom. En ik wil eigenlijk echt niet bevechten. Daar heb ik echt weinig zin in. Hier daarentegen zit een secret warpipe. Deze warpipe is niet echt de enige secret die hier zit. Er zit hier nog een andere secret dat je hier achter de muur kan lopen. Alleen op het moment kunnen we daar nog heel erg weinig, omdat daar zit een power-up die we dus... Of daar hebben we een power-up voor nodig die we nog niet hebben. Deze warpipe, we weten dat hij er zit. Kan ik jou misschien op een manier... Haha! Kan ik jou meenemen? Oh. Ja, dan mag er een mushroom weg, want deze dingen die verkoop ik ook wel uiteindelijk. Maar voor nu, lekker belangrijk. Hier zit een grote switch, daar kunnen we dus ook nog niet door. Oké, dan kunnen we gewoon naar die warpipe heen. Ik wil gewoon eventjes alles zien. Hoi, zie mij. Zie mij. Zie mij. Zie mij. Oh. Haha. Jij bent helaas ontweken door de kracht van blokken te gebruiken op de juiste locaties. Oké, dan komen we weer terug bij de Pit of 100 Trials. Ik zie jullie dan heel eventjes bij die gast. Welke gast? Die ene. En met die ene bedoel ik natuurlijk niemand minder dan deze gast. Ja, het was een behoorlijke omloping, maar dat maakt niet uit. Deze, dat is Dazzle. En Dazzle, dat was mijn oude capture card die ik gebruikte. Haha, wat een pointless fact. Maar goed, in ieder geval, hij verzamelt dus de star pieces. Er zijn 100 star pieces te vinden en ja, die kun je dus ruilen voor badges. De badges die hij heeft is Power Plus P, Flower Saver, Quick Change... Quick Change is trouwens heel erg handig, kan ik jullie alvast eventjes zeggen. Voornamelijk voor mij zou die heel erg handig zijn. De Peekaboo badge die is heel erg handig in verband met als je Peekaboo hebt, dan hoef je niks meer te tellen. En kun je dus automatisch zien hoeveel HP een vijand heeft. Flower Finder en Heart Finder zorgt meer voor die dingen. Items, dat ze sneller een item droppen. Happy Flower, die hebben we al gekocht. Happy Heart, die hebben we toevallig al eentje. Pretty Lucky, Chill Out voor geluid en die ook voor geluid. Ik wil de Power Plus! Het is de duurste die die heeft. En die wil je dus ook echt hebben. En het grappige is... Als je dus een badge hebt gekocht... Dan is die ook niet meer beschikbaar. Dus helaas kun je niet oneindige Power Plus badges hebben. Maar dit is zeker een badge die ik dus wil gaan equippen. Dus dan ga ik niet naar mijn map. Dank je. Wil ik naar mijn badge toe gaan. En je ziet dat dat dus 6 kost. Dit kan nogal een duur grapje worden. BP needed. Oké. Welke gaan we uitzetten? Super Appeal... Die kan uit. Quakehammer hebben we niet echt meer nodig. Ja, ik ben eigenlijk best wel blij. Ja, Happy Flower, die zorgt wel voor. Bij de volgende level-up gaan we gewoon een HP-up doen. Ik bedoel, serieus. Onze power is nu dus 3 met jumping. En 3 met de hamer. Oftewel, we kunnen nu in 1 klap 6 damage doen. We zijn behoorlijk overpowered nu. Dat is zeker één ding die ik eventjes mee wou nemen. En nou kijk ik heel even op mijn klok en zie ik ook dat het nou ook eigenlijk de tijd is om af te sluiten. Dus ja, we hebben best wel veel voor elkaar gekregen. Best wel veel secrets gevonden. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie allemaal te zien bij de volgende video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Doei!